Het Linge College in Tiel. Een dynamische school die de laatste jaren flink aan de weg timmert. De school staat voor modern lesgeven waarbij de leerling centraal staat. Er wordt gekeken waar talenten van leerlingen liggen. Lesgeven in een prettige, veilige omgeving. Daar is waar het Linge College in Tiel naar streeft. De school kent 3 locaties. Aan de Heilige Straat, de Teisterbandlaan en de Rozenstraat in Tiel. Allereerst nemen we een kijkje op de locatie aan de Teisterbandlaan. Deze afdeling herbergt het VMBO en binnenkort de nieuwe MAVO. We zijn hier in het open leercentrum van RSG Linge College, locatie Teisterbandlaan. En dit is een ruimte waar leerlingen op alle mogelijke manieren kunnen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. En denk daarbij aan zelfstandig werken, groepswerk, gebruik maken van ICT-mogelijkheden. En een soortgelijk iets gaan wij straks doen in het nieuwe gebouw van de Linge MAVO. En daar gaan we het leerpleinen noemen. En daarbij moeten de mensen en de leerlingen straks denken aan een ruimte, letterlijk een ruimte, aangrenzend aan een groep lokalen, waarbij wanneer leerlingen instructie hebben gehad, zelfstandig, in groepswerk, aan de hand van goede ICT-mogelijkheden, zichzelf op maat kunnen bedienen. Dus het ene kind heeft wat meer instructie nodig, blijft in het lokaal. Een ander kind kan verdiepend en gaat werken in het leerplein. Als je bijvoorbeeld uitgaat van het leerplein exact. En het leerplein exact moet je denken aan biologie, aan natuurscheikunde, aan wiskunde. Daar heb je leerlingen die daar heel veel moeite mee hebben. En die hebben extra ondersteuning nodig van de docent. Maar er zijn ook leerlingen die op een hoger niveau dat vak kunnen volgen. En die krijgen dan verdiepende opdrachten waarmee ze naar het leerplein kunnen, waar ondersteuning is. En waarbij ze dus verder kunnen met datgene waar hun niveau ligt. En dat wordt een enorme uitbreiding van onze mogelijkheden om leerlingen op maat te bedienen. Les op maat, niveau op maat. En waarbij kinderen denk ik op alle mogelijke manieren gedifferentieerd les kunnen krijgen. En gedifferentieerd betekent op niveau, op snelheid, op aanbod. En dus echt 2020 en verder. Zoals gezegd, klaar voor de toekomst. Goede gebouwen is 1, maar de kwaliteit van onderwijs is zeker zo belangrijk. Mensen met passie voor het onderwijs, dat vindt u op het Linge College. Ik ben leraar geworden omdat ik heel erg hou van omgaan met kinderen. Plus dat ik mijn vak heel erg leuk vind. Ik werk er nu 4 jaar. En wat ik eigenlijk het leukste vind en het meest trots op de school ben, is de band tussen de docent en de leerling. Die is zeer goed en leerlingen geven dat ook zelf aan. Dus super om te werken. Laat me zeggen, gaan voor het kind en niet lesstof eerst, maar kind eerst. Dat vind ik heel mooi. Wat ze vooral leuk vinden is een mening geven over de dagelijkse actualiteiten. En er speelt van alles in de wereld en ze weten er meer van dan je denkt. Ik geef geschiedenis aan de MAVO, de eerste en tweede klasse. En hiernaast ben ik leerlingbegeleider op school. Ik had natuurlijk alleen het beeld van een school zoals mijn eigen middelbare scholen waren. En daar zat al best wel veel verschil in. Ik heb 2 scholen gezeten. En tijdens die stage zie je allemaal verschillende scholen. En als je dan hier komt, dan weet je dat dit school is bij je past. Deze school werken eigenlijk docenten fijn samen. Leuk met collega's, met de leerlingen gaat het goed. En we doen het echt samen eigenlijk, hier in Tiel. Ook is er een ruime aanbod voor leerlingen die kiezen voor een beroepsopleiding. Zo namen we letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken. Binnen het beroepscollege zijn wij bezig met onze leerlingen om ze zoveel mogelijk te laten leren door doen. Binnen de beroepsprofielen koppelen we de praktijk aan de theorie en leerlingen zijn zoveel mogelijk bezig om in de praktijk te leren en ze zo voor te bereiden op een goede toekomst in het mbo en daarna in het bedrijfsleven. We zijn hier bij onze afdeling horeca, bakkerij, recreatie. En leerlingen zijn hier in de praktijk bezig met voorbereidingen voor om te gaan eten met gasten. Dus ze koken, ze zijn met bakken bezig, maar daarnaast ook met een stuk recreatie en een stuk gastheerschap. Als ze hier klaar zijn, hebben ze een goede basis gelegd voor een vervolgend mbo. En daar kunnen zij kiezen welke opleiding ze daar willen gaan gebruiken voor het vervolg. Wat vinden leerlingen er eigenlijk zelf van? De sportklas vind ik wel fijn in deze school en dat hebben niet heel veel scholen, de sportklas. Het is gewoon hartstikke leuk met alle kinderen. Want er zitten ook heel veel vrienden van mij in de andere klas van kader en dan hebben we zelf de pauzes en dat is ook heel leuk. Het is een hele gezellige school, leuke docenten, veel leuke leerlingen en lekker gezellig. Bij vakken vind ik gym vooral heel leuk en drama op zich ook wel. Ik wil graag profvoetballer worden. Met de sportklas heb ik 2 uur extra sport in de week.
En wij gaan met de sportklas nog wat uitjes doen waarschijnlijk. Ja, ik wilde eerst altijd bij de politie, maar ja, dat was wel weer wat minder geworden. Maar toen wilde ik weer het leger in, omdat ik, ja, ik hou wel van bijvoorbeeld wat coolere dingen, wat engere dingen dus. Je leert hier in de lessen, die zijn informatief en ze zijn leuk, dus het is belangrijk voor de toekomst. Gewoon de docenten die erop zitten vind ik echt heel aardig, eigenlijk. Ook al zijn soms kunnen ze wel streng zijn, maar ze zijn gewoon aardig. Ik wil heel erg lang actrice worden. En nou ga ik me inschrijven voor casting bureaus en natuurlijk ook in het Engels, want dan heb ik daar ook Cambridge voor nodig. Als ze horen dat er iets gebeurt, doen ze er zo snel mogelijk iets aan. Of als er gediscrimineerd wordt, dan moet je meestal wel op kantoor komen om iets te, ja, dat je straf krijgt of zo. Nou, meestal beginnen we om 8:15 of tot 9:05. En dan gaan we meestal tot 2:05 tot 3:10 naar school. Iedereen die gaat lekker met elkaar om. Ook al ken je elkaar niet, je praat dus nog met elkaar. En in de lessen doe je ook nog leuke dingen met de docenten. Ik heb heel veel vriendinnen die ook zeg maar, in dezelfde klas zijn geplaatst. En ik heb ook vrienden die in dezelfde klas zijn geplaatst. We hebben gewoon verschillende vakken. En ja, de ene mentor is wat aardiger dan de andere. Maar we hebben meestal wel wiskunde, dat vind ik wel weer wat minder, maar voor de rest is het wel leuk. Ook op de locatie aan de Heiligenstraat wordt volop aandacht besteed aan de individuele leerling. Kijken naar hoe een leerling in elkaar zit, hoe de leerling leert, maar ook wat buiten de vakken en de kennis die hoort bij de vakken, ook hoe ze zichzelf willen ontwikkelen en wat ze daarbij nodig hebben. Je werkt in groepen samen aan opdrachten die ik niet per se bedenk, maar die uit het bedrijfsleven komen. Dus je hebt een opdrachtgever en je werkt als leerling in groepen. En ik ben als docent je coach in plaats van degene die klassikaal uitleg staat te geven. In principe bij ONO werk je individueel in een groep wel samen, maar krijg je heel veel individuele feedback en werk je aan je eigen leerproces. Wij hebben hier op school een sportveld en daar kunnen we de helft van het jaar ongeveer op les geven. In de tijd dat het te koud is of te veel regent, dan kunnen we lekker naar binnen. Hebben we een fitnessruimte. We hebben 3 verschillende gymzalen waar wij allerlei onderdelen kunnen aanbieden. Dus ja, dat is gewoon super leuk om hier les te geven. De biologielessen zijn heel afwisselend. Soms doe ik stukken klassikale uitleg, soms werk ik in groepjes. Vaak hebben we natuurlijk bij biologie ook practica. Toevallig afgelopen woensdag nog een hartpracticum gehad, waarbij leerlingen dus echt zien wat het lichaam bijvoorbeeld inhoudt van een mens. Ja, het is gewoon een heel gevarieerd aanbod. Je hebt veel vakkenkeuze, in de onderbouw de banduren waarbij je heel veel keuze hebt. Bij biologie bijvoorbeeld een project dat heet de dierenarts. Dan ga je eigenlijk, heb je een soort verrijking van je stof. Dus dat, daarom zou ik voor het Lingen College kiezen. Deze school is een hele prettige, veilige school om te werken waar kinderen met heel veel plezier naartoe gaan. Nou, ik denk dat je hier als brugklasser in een warm bad terechtkomt, dat je goed ontvangen wordt. Met een relaxe introductieperiode, stapje voor stapje leert hoe het is om op een middelbare school rond te lopen. En totdat je uiteindelijk later in het jaar echt toe bent aan het echte werk en dan langzamerhand met huiswerk en toetsen echt gaan beginnen. Wat vinden leerlingen er eigenlijk zelf van? Les krijgen op het Lingen College. Mijn leukste vak is denk ik tekenen, omdat docenten zijn wel leuk. Nou ja, je moet om 8:15 op school en je hebt ongeveer 5 tot 7 lesuren per dag. En ja, ongeveer pauze van ongeveer een half uurtje. En ja, lestijd van ongeveer 50 minuten. Je hebt activiteitenweek en kamp en brugklasgala en nog meer dingen en kerstbrunch. Ik dacht in het begin het was wel spannend en zo, nieuwe klas, nieuwe vakken, nieuwe docenten. En toen kwam ik eraan dat ik gelijk nieuwe vrienden was, kei gezellig en ja, het viel allemaal wel goed mee. Nou, ik vind het leuk dat je banduren kan kiezen, dat je een verrijking of ondersteuning en speciale dingen kan kiezen. Dan heb je een beetje vrijheid dat je dat een beetje naar jouw wil kan zetten. De komende tijd wordt er hard aan de weg getimmerd als het gaat om de gebouwen waarin lesgegeven wordt op het Lingen College. De nieuwe MAVO wordt al gerealiseerd. Onlangs werd daar het hoogste punt bereikt. Ook de locatie in de Heiligenstraat wordt aangepakt. Het gedateerde gebouw van nu uit de 70er jaren van de vorige eeuw is niet meer van deze tijd en krijgt een volledige metamorfose. In een latere fase wordt ook het VMBO nog aangepakt.
Een bijzondere afdeling van het Lingel College is te vinden aan de Rozenstraat. Iedereen telt mee in deze maatschappij, is zeker van toepassing op de manier van lesgeven op deze locatie. Wij zijn een vrij kleine locatie eigenlijk. Hier zo op school zitten ongeveer 155 kinderen. En de kinderen kennen ons allemaal. Wij kennen alle kinderen, echt bij naam en toenaam. We kennen elkaar gewoon. En dat is echt een meerwaarde. Dat je een beetje weet hoe je in elkaar steekt. Niet alleen de leerlingen van ons, maar wij natuurlijk ook van de leerlingen. Deze school maakt bijzonder dat wij echt steengoed in praktijk zijn. Wij bieden deze leerlingen alle praktijkdingen aan. Het zijn leerlingen die hebben leerproblemen vaak. Of vinden het wat lastiger om op een gewone school, een VMBO, te zijn. En daardoor komen ze dan bij ons en dan worden zij voorbereid op de maatschappij. Wij kijken echt per leerling. Wij kijken naar de individuele leerling wat zij nodig hebben in het onderwijs en in de praktijk. En worden daar ook extra op begeleid. Ja, dit is een speciale school. Dat doe je dingen met z'n handen. Bijvoorbeeld koken. Kan je koken in een kooklokaal of techniek of winkel. En daar doen we dus allemaal dingen voor met je handen, dat je bezig bent in plaats van meer in boeken werken. Dus meer een praktijkschool. Wij gaan vanaf fase 3, dat is, wij noemen het fases, je kan het ook een beetje zien als leerjaar 3, gaan leerlingen stage lopen in een richting die zij zelf willen. Winkel, plant en dier, techniek of horeca. En dan oefenen zij echt in de praktijk. En dat wordt steeds verder uitgebreid en daarna zullen ze uitstromen in werk. We kijken echt hier zo inderdaad naar het individu, naar de individuele leerling. En proberen zo te kijken wat het best bij die leerling past. Het Lingel College, jouw school dichtbij en die meegaat met zijn tijd. Kijk voor meer informatie over de school op www.rsglingencollege.nl.